Op dinsdagavond 11 juni werd door de Lions Club Woerden een cheque van €25.000 uitgereikt aan het hospice De Mantumeel in Woerden. De overhandiging werd verricht door de president van de Lions Club. De Lions Club Woerden bestaat uit meer dan 40 leden en bestaat dit jaar al 54 jaar. Vanavond een bijzondere avond. We zijn een jaar bezig geweest met allemaal activiteiten met onze leden achter ons van de hele Lions Club Woerden. En wij vinden het altijd ontzettend leuk om een mooi lokaal doel te steunen. We hebben veel activiteit georganiseerd en dit is het bedrag wat wij aan de Mantumeel willen schenken voor het thema Samen Kijken, waarmee er nieuwe kozijnen, ramen, het hele gebouw opnieuw kan worden gestyled. Van harte gefeliciteerd, we willen het graag overhandigen, wij vinden het ontzettend goed doel en we hebben een heel warm gevoel bij. Ja, nou allemaal hartelijk bedankt hè, voor jullie inzet sowieso. Ja. De nieuwe kozijnen zitten er al in, dus kom gauw een keertje kijken zou ik zeggen hoe mooi het is geworden. We zijn er allemaal ontzettend blij mee. Mooi. Dus heel hartelijk bedankt allemaal heren. Mr. President, wat een prachtig cadeau van de Mantumeel. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, als club doen wij ieder jaar veel activiteiten waarbij we geld bij elkaar halen voor dit goede doel. Dus we hebben onze jaarlijkse boterletteractie, een wijnactie. We hebben een actie gedaan met een fundraising diner wat een groot succes was. En onze beroemde geraniums die we ieder jaar verkopen. Nou, al het geld bij elkaar hebben we bij elkaar gedaan. En dan is het een goed idee dat de president die bepaalt dan het jaardoel. Nou, dit jaar heb ik bedacht het hospice. Daar heb ik zelf een heel warm gevoel bij. Er waren ook gelden nodig om wat dingen op te knappen. En dan gaat 75% van al het geld gaat naar de Mantumeel. Dat is €50.000 dit jaar. Ongelooflijk bedrag wat we gehaald hebben. En de rest dat gaat in een pot waar we dan uitdelen aan verzoeken die ook bij ons bij de Lions Club binnenkomen. Dat zijn, het kunnen allerlei dingen zijn. Dus alles gaat terug naar de omgeving waarin we wonen eigenlijk. Ja. Maar Mr. President, die bepaalt. Dat is weinig democratisch. Nou, dat gaat als volgt. Je bent het een jaar, zoals het heet, voorzitter. En dan de voorzitter mag dan een doel bedenken waar hij voor hard loopt. En dat leggen we voor aan de club. En de club is uiteraard de uiteindelijke beslissing of dat daarmee eens is. Nou, daar was iemand volmondig mee eens. Er was geen enkele discussie. Nee. Dus toch democratisch? Uiteraard. Hey, bedankt voor het mooie... Ja, dit mooie gebaar naar de Mantumeel. Ze zal er heel veel aan hebben. Dat denk ik ook, ja. Ja. Ja, het thema wat ik noemde heet het Samen Kijken. Samen kijken door de nieuwe vensters van de Mantumeel. Dat gebouw heeft ook onderhoud nodig. Alles loopt intern eigenlijk gewoon heel goed. Maar voor het onderhoud zat mede dit geld nodig. En samen kijken is ook symbolisch. Dat we ook samen kijken naar de dingen om ons heen in de maatschappij. Samen kijken, samen voor dingen staan. En dat is wat we ook willen uitdragen als Lions Club. We surf. En dat is wat we ook willen doen. Oké, Mr. President, dank u wel. Dank u wel, alsjeblieft. Mien Bellinga. Ja, ik hoef niet te vragen of je hier blij mee bent. Maar wat gaan jullie ermee doen? Nou, eigenlijk hebben we het al uitgegeven, maar dat wisten ze hoor. We hebben nieuwe kozijnen gekregen in het hospice. Want na 20 jaar waren die kozijnen eigenlijk wel aan vervanging toe. Dus we hebben een paar weken geleden zijn ze 2 weken bezig geweest. Hele nieuwe kozijnen erin. Dus het hospice ziet er gewoon weer helemaal mooi verzorgd uit. Meteen dubbel glas en alles. Dus beter geïsoleerd. Geluidsarmer. Dat is allemaal belangrijk voor de mensen in het huis. Dus we zijn er helemaal blij mee. Ja. Ja, jullie worden door allerlei activiteiten worden jullie goed bedacht, hè? Ja, we zitten wel in de goede hoek, zeg maar. Ja, we merken wel vaak dat mensen ons toch wel weten te vinden. We hoeven eigenlijk niet eens te leuren erom. De mensen komen vaak wel naar onszelf toe van... we willen jullie als goed doel voor dit jaar of voor een actie of een activiteit. Dus dat is op zich ook al heel fijn. Want daarmee weet je ook gewoon dat je in de Woerdense samenleving... natuurlijk ook wel heel erg gewaardeerd wordt als organisatie, ja. Mio, Bijlenga, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dank u wel.